aangifte. Volgens mij... Gaat ze ook niet helemaal voor. Volgens mij zei ik tegen je, toen kwam jij binnen en volgens mij had je toen een heel mooi wit hemdje aan. Maar ook alleen maar wit hemdje met spijkerbroek. Ja. Maar je bent prachtig, dus jij kan het hebben. Dus ik vroeg toen aan jou. Dus jij stond vanmorgen op, je dacht ik moet naar Live & Cooking. Wat trek ik aan? Dat was mijn eerste vraag aan jou. En daar zit je, heb je weer zo'n mooi hemdje aan. Ja, ik ben altijd heel basic, hè. Ik hou gewoon van spijkerbroek en nou, dan een shirtje wat gewoon iets... Maar hoor ik hier een kritiekpunt naar de kleding? Nee, helemaal niet, want het is puur jaloezie, want zij kan dat echt hebben. Want zij is zo prachtig en beeldschoon. Oh. Dus het zit er beeldschoon bij. En we hebben er gezien, ze siert de kerstcover van de Playboy deze maand. Het is eigenlijk, wij noemen jou het kerstka. Doop. En ze heet eigenlijk in zijn volledigheid... Irene. Dominique van Vliet. En ze is in beeld, maar jij bent nog niet klaar. Van Vliet. Van Huls. Dominique van Vliet, die zag ik van de week. Dominique van Huls, maak het nou niet groter. Hij maakt het zo groot. Het is nee, helemaal niet. Maak het nou... Jij, hij noemt jou Irene, ik noem jou Dominique van Vliet. Jij noemt mij nog Caroline Tense, dan zijn we eruit. Dominique van Huls. Maar ben je nog steeds niet klaar? Wat duurt dat lang? Ja, het is heel gek, want wij zitten hier aan tafel en dan gebeurt er van alles in de keuken. Maar dat hebben wij. Ja, wij dachten echt dat je al klaar was. Jij hebt iets heel pittigs vandaag. Hoezo? Ja, leuk. Ik hou ervan. Zo, Do, we hadden het net al even over de kleding. De kleding gaat allemaal uit. Nee. Ging allemaal uit. Laten we meteen even to the point. Hoe zijn de reacties? Want vanaf donderdag kan iedereen je bloot aanschouwen in het blad. Hoe zijn de reacties? Afgelopen donderdag, voor zover ik heb gehoord, positief. Maar volgens mij durven mensen het ook niet zo snel te zeggen als ze het niet mooi vinden tegen mij dan persoonlijk. Maar ik vond het heel mooi. Ja? Ik vond het heel keurig gedaan. Maar je hebt er geen verstand van. Je hebt ik vind het heel leuk om dat van een vrouw te horen. Nee, want ik bedoel, het is gewoon een goed mooi lijf. Niet buitensporig helemaal, maar gewoon een leuk, goede vrouw. Oh, lekker stevig, Holland. Nee, helemaal niet stevig, maar gewoon goed. Maar niet skinny, gewoon oké. Okay. Ja, dat is goed. Dat vind ik leuk. Ik hou ervan. En, maar heel onschuldig. Er staat wel een foto in, dan stik je wel met je duim in je mond. Dan denk ik, dat vind ik een beetje gek. Wat vind jij ervan? Nou, dat was absoluut voor mij ook een foto waarvan ik dacht van ja, moeten we dat doen of moeten we dat niet doen? Maar een foto met de duim in de mond. Er ligt op een kleedje met de duim in de mond, maar wel in de blootje. Maar kijk, je ziet, nee, dit is een werkshot. Ja, dat is een werkshot. Die is er ook niet ingekomen. Die viel volledig uit de reportage. Die was mooi, maar dat paste niet in het concept. Maar jij mag toch wel beslissen welke foto's erin komen? Want die vond ik eigenlijk ook niet zo naar. Maar... Nou, weet je, je kijkt naar een totaalbeeld en we hadden echt 24 bladzijden te vullen. En we hebben eigenlijk, er zit natuurlijk altijd wel een soort van lijn in zo'n reportage. En het concept was eigenlijk een soort van kinderspelletjes. Dat is echt spontaan ontstaan, want we hadden een schommel en gevliegerd. Oh, okay. En ik weet niet wat, we hebben nog meer gedaan, geknoopt met een touw en ja, zo. Ja, we durven niks te laten zien. We zijn bang voor claims. Ja, maar dat is nou niet. Het gekke, hè? Ja, want we willen je graag uitnodigen. Ja. Los van het feit dat je fantastisch zangeres bent, maar ook dat je met die foto's. Maar we mogen het niet laten zien. En weet je wat het lullige is? Wat is het lullige? Het is leuk als je dat zegt ook voor zo'n blad. Mensen gaan dan dus televisie kijken en dan gaan ze dus die beelden gaan ze dus cappen en dan gaan ze dat op internet zetten. Maar weet je, ik doe heel veel handen bij. Laten we het mooiste zien. Oh, mag het wel? Eentje. Ja. Eén foto. Dit vinden wij de mooiste. Die is toch wel echt... En die onbewegen, dat kunnen ze niet kappen. Zo. Met de berenbol. Met de berenbol. Maar je bent ook... want ik heb het al gezien, mensen. Ja, ze gaat helemaal all the way. All the way. Maar is het niet heel erg eng in je blootje daar? Precies. Jawel, dat is echt super spannend. Het was echt zo, voordat het ging gebeuren, dat eerste moment, denk je, oh mijn god, wat heb ik gedaan? Dit wil ik niet. Ik ga het niet doen. Er is een moment dat je dus je slipje uitdoet en dat je dan naar de fotograaf moet lopen. En, die kijken dan net zogenaamd heel nonchalant de andere kant. Zo van, dit is het. Ja. Dat moment, dat wil ik even met je bespreken. Okay. Hoe dat ging. Nou, terwijl we op de achtergrond werkbeelden zien. Ja. Oh. Ja. Nou ja, dan ga je een setting bepalen. Nou oké, dit is de achtergrond. En dan ga je dus ongeveer zo zitten. En dan doe je je kleren uit. En dan zit je daar. En dan, en dan zegt de fotograaf... Oh, daar zit je. Ja, zit ik. Nou, dat was de eerste ook. Best dat koud, helemaal bloot met je blote billen op dat steen. Maar het was ook ijskoud. Is uit Afrika. Maar hier zien we je dan weer wel. Dat mag dan... Ja, dat is toch ook... Oké, dan gaat het slipje uit. Nou jongens, ik doe het slipje uit. Zo, op nationale televisie ook. Nou, het is niet toch wel. Mag het bloed achtergrond blijven, jongens? Jongens, even niet doen. Zet uit! Zo schokkend is het niet. Ja. Vond je het zo schokkend? Maar dit is wel, ik vind het zo leuk dat het Nederland is, want in Amerika zo wordt meteen alles geblurred. En dan ondertussen zie je een of andere moordscène en die wordt dan helemaal gerekend. Ja, dat is het zo. Maar goed, het is best eng, maar je zet je eroverheen. Jouw man Mark, vorig jaar ben je getrouwd. Ja.
prachtig, was je een prachtige bruid. Toen had je een prachtige... Kijk eens hier. Oh. Wat vindt hij ervan dat iedereen je nou ineens ook ziet zoals hij jou vaak ziet, of niet? Ja, hij vond dat wel persoonlijk. Hij vond dat natuurlijk wel... Dat voor hem komt dat het meest dichtbij. Maar goed, hij zei ook van... Ik vind het ook wel een hele eer dat je gevraagd wordt. En de foto's zijn uiteindelijk... In ieder geval naar zijn mening ook heel erg mooi geworden. Dus hij heeft nu wel zoiets van, oké, positieve reacties en dat komt helemaal goed. Toch even terug naar het moment dat je dan ja gaat zeggen. Waarom heb je ja gezegd? De hamvraag. Gezegd? Wat denk je nou? Geld? Het geld. Nou, ik denk dat het geld handig is. Het is altijd, weet je, tuurlijk is het interessant als je een heel groot geldbedrag aangeboden krijgt. Maar ook omdat, ik heb de afgelopen 3 jaar heb ik gewoon best wel veel meegemaakt. En heftige dingen, privé, maar ook zakelijk. En ik had zoiets van, ik wil alleen maar dingen doen die ik leuk vind. En als er dingen op mijn pad komen die een uitdaging zijn voor mezelf... Wat was er zakelijk, ik ga niet op privé, zakelijk heftig voor je? Dat je zegt van, nou heb ik dan toch wel even een uppertje nodig. Natuurlijk het overlijden van Glenn Corneille, een vriendje van mij. Want het was en privé, omdat we al 9 jaar beste vrienden waren. Maar ook omdat hij mijn producer was en bandleider en songwriter. En ja, dat heeft gewoon echt wel heel veel met zich meegebracht. Plus ik ben 1,5 jaar geleden bij een platenmaatschappij weggegaan... omdat ik me daar gewoon helemaal niet happy voelde. Omdat ik het gevoel had dat ik altijd liedjes moest zingen die zij mooi vonden... en niet waar ik zelf achter stond. Dus dan krijg je zo'n moment dat je volwassen wordt en andere dingen wil... en dat je denkt van ja, nu wil ik gewoon zelf eens een keer gaan kiezen. En ik had gewoon zoiets van... Ik heb zoveel dingen in het verleden afgezegd waarvan ik achteraf dacht van ja... Waarom heb ik dat nou niet gedaan? Ja, omdat andere mensen dat dan afraden. Kun je daar een voorbeeld van geven van dingen? Nou, bijvoorbeeld een heel klein dingetje. Ik had natuurlijk met DJ Sammy en New Heaven gedaan. En ik had met Marco Borsato voorbij gedaan. En toen kwam Boris, die won Idols. En die ging zijn nieuwe single opnemen, My Special Girlfriend. En toen vroeg Glenn van, nou, wil je dat dan niet inzingen? En telkens zei van, ja, dat wil ik eigenlijk wel doen. En toen zeiden heel veel zakelijke mensen, zeiden van, nee, dat moet je niet doen hoor. Dat is een idol en daar wil je niet mee geassocieerd worden. Dat zijn dan toch stomme mensen? Maar, ja, en je hebt dan zoveel met andere mensen, je moet het nu zelf. En toen dacht ik van, ja, maar ik vind dat gewoon hartstikke leuk om dat te doen. Dus waarom zou ik dat niet doen? Ja. Dus dat soort dingen. Dus je bent op het punt gekomen, je doet dingen die je leuk vindt, waar je achter staat. Dit geld is leuk, maar je wilde het ook echt doen. Ja, weet je, gewoon zo verwacht. Als poster, dat is waar helemaal. Ik ben niet zo schattig als dat ik leek. Dat was wel een leuk contrast, hè? Heel erg groot. Als een poes ineens. Ja. Nee? Poes. Nee. Maar ja, dat is toch anders. In 2009... Komt een nieuw album komt uit, een nieuw album. En we hebben een stukje van een nummer. Nog maar een Nederlandstalig. Heel klein stukje mochten we... Ja. Laten horen. Oh, leuk. Wanneer worden schulden... Stop maar, jongens. Nou, dat is... Dat is wel heel kort. Nog één keer. Nog een keer. Ja. Wanneer worden schulden spijt? Ooit verleden tijd. Is wat gedaan is nooit voorbij. Voor mij. Vanaf 2009. Dol. Nederlandstalig album. Ik hoop dat iedereen jou heel graag wil zien in het blad. Zijn mooie foto's. En lief dat je het nog even over kwam vertellen. We blijven lekker zitten. Superleuk. Blijf zitten hier. Op kerstavond, jij zei...